volgende vraag namelijk van Didi Jansen. Didi. Ja, kom maar deze kant op, Didi, want je had een hele mooie vraag. Ik wil het graag met je over hebben. Hi, hi. Paul. Hallo. Didi. Hi, Didi. Kom lekker zitten, want je had een hele mooie vraag. Ja, ik kijk even of er een microfoon bij kan komen vertellen. Ja. Neemt u even af. Lieve Paul. Ja. Ik heb vroeger, toen ik 7 jaar was, heb ik kanker gehad. Ja. En dat is mijn been geamputeerd. En nou was mijn vraag... Toen je 7 jaar was? Ja. Wat voor kanker was het dan? Botkanker. Zo. En... Hoe oud ben je nu? 16. Oké. En ik heb weer gekregen. Vorig jaar. Heb je het teruggekregen? Maar wat is er met die 7 jaar heb je kanker gekregen, wat is er toen gebeurd? Dat is mijn been geamputeerd. Helemaal? Nee, hier bij de knie zijn ze begonnen. En we zijn tot hier. En dus mijn knie hebben ze weggehaald. Dus mijn onderbeen hebben ze er anders om aangezet, zodat ik mijn voet als kniegewricht kan gebruiken. Het was je 7? Ja. En nu is het teruggekomen? Ja. En wat gaat er dan nu gebeuren? Ja, ze hebben het al gedaan. Dus hier hebben ze een stuk bot hebben ze uitgehaald. En dan hebben ze weer dichtgemaakt. Dus je bent geamputeerd op je 7e en nu hebben ze weer dingen gedaan. En is het weer weg nu? Of ja, mijn haar gaat weer groeien. Dus. Heb je ook al chemo alweer gehad en kuren? Ik ben al helemaal klaar met alles. Oh, gelukkig. Oh, gelukkig. Ja. En wat is nu je vraag? Wat gebeurt er na de operatie met dat bot waar kanker in zit? Wat gebeurt er mee na de operatie? Toen je 7 was? Wat ermee gebeurt met dat stuk dat eruit gaat? Ja. Laten we het aan de Chinees vragen. Ik heb het geïnformeerd. Het is namelijk zo. Dit is een heel verhaal. Maar eigenlijk het is een verhaal. Maar je hebt gelijk. Heb je nog verder prothese en zo gehad? Ja, die heb ik nu ook aan. Tot hier en dan helemaal. Maar welk been is het nu? Links. Oh, het is dit been. Oh ja, het is ook hard. Ja. Ja. Dus ze hebben eigenlijk je been omgedraaid. Ja. Dat je bovenbeen, je onderbeen of een soort voet, en dan hebben ze een stuk prothese aangemaakt. Ja. En je loopt gewoon vrij goed. Sport je ook? Ja, ik zit alleen op scouting, maar dat vind ik niet echt een sport. Nee, het is geen echte sport ook. Nee. Nee. Beetje knopen maken, dat kun je geen sport noemen, hè? In bomen klimmen, achter Akela's aan gaan zitten, dat is geen sport. Maar Corrie, jij wilde gaan hardlopen. Ja, klopt. Je bent toch vandaag naar een hardloop... Ja, klopt. Naar Papendal. Ja. Ben ik hier geweest. Heel erg goed. Heel erg goed. Vooral volhouden, zou ik zeggen. Ik ga het zeggen. Het is namelijk zo. Alles wat wordt geamputeerd, maakt niet uit hoe je geamputeerd moet worden, of het nou kanker is of een ongeluk, dat gaat allemaal naar Dordrecht toe. Nou, niet gelijk boos worden in Dordrecht dat je het niet meer wil hebben. Het is nu eenmaal zo. Het is namelijk een soort afvalemmer eigenlijk. Die hebben volgens mij hier ook een afvalemmertje, geloof ik. Die komt hier. Alles wat geamputeerd is, gaat in deze afvalemmer. Dat wordt helemaal verpakt. Wordt hermetisch afgesloten. Dat heeft te maken met besmettingsgevaar. Dus die worden in een vat verpakt. Ook tijdens de operatie gebruikte naalden. En deze vaten worden in het ziekenhuis hermetisch afgesloten. En binnen 24 uur... worden ze vervoerd vanuit het hospitaal naar Dordrecht. Dus al het medisch afval gaat naar Dordrecht. En dit is de enige plek in Nederland waar dit afval wordt verwerkt en in een speciale installatie. En het vat met inhoud wordt in zijn totaliteit wordt het verbrand. Als je nou zegt van ja, en een stukje van je been, van als je kanker met een klein beetje weefsel wordt dan apart gehouden om toch te onderzoeken. En als ze algemeen onderzoek willen doen, dus dat ze in de kantine, in het ziekenhuis, broodjes beenham willen serveren, dan moeten ze echt toestemming vragen van mogen we dat gebruiken. Dus maar alles gaat hermetisch afgesloten, gaat in deze vat en gaat het dan naar Dordrecht om verbrand te worden. Oké. Dan weet je het. Wil je hem hebben, deze vat? Nee. Echt niet? Kun je gewoon lekker afval in doen? Nee. Ook niet als aandenkertje? Je mag hem zo meenemen, hoor. Oké, doe maar. Jij vindt hem leuk? Ja, het is toch mooi om Tom. Ik kan het aan iedereen vertellen. En neem hem mee naar huis. En ik wens je heel veel sterkte. Ik hoop echt dat het nooit meer terugkomt. Ja, wie weet. Laten we gewoon blijven hopen, hè? Ja. Geef een hartelijk applaus. Heel veel bedankt.